Goedenavond, welkom bij Roeg Live. En live niet omdat we rechtstreeks op televisie zijn, maar vanwege het live project hier in het Drents-Friese Wold. Corné Josiassen is daar boswachter, er gebeurt hier van alles. En nou ja, waarom lopen we hier op zo'n berg zand? Wat heeft dit ermee te maken? Nou, kijk om je heen. We zijn nu in het hart van het Nationaal Park, het Drents-Friese Wold. Dit is nog landbouwgebied, dat wordt er allemaal bijgetrokken. Ja, dit is de Oude Willem. Dit is de Oude Willem. Een soort groene grasstroken dwars doorheen. Precies, midden in het Drents-Friese Wold. Omheen allemaal natuur en dan hier nog zo'n groene plek met allemaal landbouw. Nou, dat gaat over, dat wordt allemaal natuur. Eén groot robuust natuurgebied. Ja, en waar heb je dat zand voor nodig dan? Dat zand wordt gebruikt om de sloten te dempen en de tilgruppen te dempen. En op die manier komt dus grondwaterstand omhoog. En dat is eigenlijk de bedoeling van het gebied, dat de grondwaterstand omhoog komt, waardoor de omliggende vennen daarvan gaan profiteren. Ja, en die tilgrup is ook een soort brede sloot. Die zorgen ervoor dat het water uit het gebied wegloopt. Precies, versneld het gebied uitloopt. En dat is net wat we niet willen op het laagste gedeelte. Daar willen we juist de grondwaterstand behouden en omhoog krijgen. Het wordt hier een stuk natter, maar jullie gaan nog meer doen, hè? Vertel. Ja, we gaan verschralen. Dus de grond armer maken van voedingsstoffen. Hoe doe je dat? We gaan klaver inzaaien. En die klaver die bindt de stikstof uit de lucht. Vervolgens wordt het plantje gemaaid en afgevoerd. En zo op die manier worden de voedingsstoffen dus eigenlijk afgevoerd uit het gebied. Ja, en dan hoe lang duurt het voordat je dit... Want er zit natuurlijk heel veel mest in de grond omdat die boeren hebben gezeten. Hoe lang is Precies. Het duurt voordat het weer schrale grond is? Nou, dat kan al heel lang duren. Maar we hebben voorlopig ingezet op 5 jaar, 10 jaar. Kijken of we dan wat enig verschil kunnen zien. Nou, zoveel tijd hebben we vandaag niet, want we moeten snel door naar het volgende filmpje. Wat is namelijk het gebied waar we nu zijn? Dat is meer dan alleen de Oude Willem. Het is hier echt een rustig plekje in Bosoord. En het heet hier het Vrouwenveld. En we staan hier bij een heel leuk vennetje met vogeltjes en planten. Dit vennetje was al 4-5 jaar behoorlijk droog. En door het afdammen van deze achterliggende sloot is het natter. En dan zie je dat binnen 4-5 jaar ook al heel veel veranderingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld veenmotveen komt terug, zonderdauw komt weer terug. En het is echt wel een soort natuurontwikkeling. Het Drents-Friese Wold is ruim 6000 hectare groot en daarmee een van de grootste natuurgebieden van ons land. De komende jaren worden er allerlei terreinen aangepakt. Oude Willem dus, waar we vandaag zijn, maar ook gebieden van natuurmonumenten, het Drents landschap en de maatschappij van weldadigheid. Hans Salverda uit Zorgvliet woont midden in het gebied en kent het op zijn duimpje. Hij laat ons een paar bijzondere plekken zien. We zijn hier aangekomen bij de rand van het Doldersense Veld. En we gaan nu boven op de uitkijktoren kijken hoe nat het Doldersense Veld is. En dat kunnen we van bovenaf goed zien. We zijn boven aangekomen en het is normaal zeg maar, in de zomer zijn er 3 meertjes of vennetjes. Maar door die natte regenval van de afgelopen 3-4 maanden is het 1 grote plas geworden hier op het Doldersense Veld. En dan is er nog een plekje dat Hans ons wil laten zien op Berkenheuvel. Daar ligt een vennetje bovenop een plateauduin en dat duin is zeker 4000 jaar oud. Dit is klauteren hoor hier. Dit is gauw 3 meter hoger dan het maaiveld. Dit is eigenlijk het adderveen waar we nu zijn aangekomen. Het is een van de mooiste plekjes in Berkenheuvel. Heel erg rustig. En ja, heel veel mensen kennen dit plekje niet. Dit is eigenlijk een soort pilaar dat in het woeste klimaat is blijven bestaan. Omdat hier dus wat water en veen in zat. En ook de randen waren dus verzadigd door water. En dan krijg je niet dat de wind vat krijgt op dat zand. Maar deze zijn dus echt, deze rand, is duidelijk van 4000 jaar geleden. Dit is zo'n rustig plekje, dat wil je niet weten. Niet. Nou, we komen nu uit het donkere bos weer bij de Oude Willem. En je ziet en hoort hier allerlei levendigheid. Ik hoorde net een buizer, ja, we zagen ja, een blauwe kikkerdief. Hier en daar wat krapplekken van reeën. Ja, inderdaad. Maar hoe kan dat deze plek zo aantrekkelijk is voor die dieren? Ja, dieren houden toch graag van beschutting, maar ook van openheid. Waar ze voedsel kunnen zoeken, maar ook altijd zich terug kunnen trekken. En daarom zijn deze overgangszones dus van open naar dicht. Hè. Zoals je ziet, grote bomen steeds kleiner naar open gebied. Ja, dat zijn heel interessante gebieden. Ja, ik zie daar ook wat liggen trouwens. Laten we er even heen lopen. Ja, lopen we erheen. Jullie hebben dit stukje is pas net heringericht, hè? Dit is 2 jaar terug is dat aangepakt. Er zijn wat grote bomen omgezaagd. En dan zie je nu wat kleine boompjes. Er komen lariksen. Kijk wat we daar zien. De vos vindt hier ook wel een prima plekje om te vertoeven. Op zo'n ongezaagde boom, hè? Op zo'n ongezaagde boom. Ja, even een geurspoor. Maar je ziet het, hè? Het trekt dieren aan.
Ja, en dan als we verder kijken, daar zien we dus weer het groen van de oude Willem, wat nog weiland is. Dat moet ook anders worden. Precies, we kijken zo op het oude Willem, het oude gebied. Vledder A ontspringt hier, de bovenloop van de Vledder A. Wordt helemaal aangepakt. En wat we ook goed kunnen zien, omdat we hier wat hoger staan, dat er straks een laagte in wordt gemaakt, een soort slenk, waar het overtollige water wordt afgevoerd. Ja, en we merken dus nu al dat dieren dat mooi vinden, zo'n overgang. En als dat gebied nog groter wordt, hebben meer dieren daar profijt van, bijvoorbeeld de adder. Kijk eens, fantastisch dier. Heel mooi getekend. Typisch mannetje, lekker rustig. Johan Prescher inventariseert adders op het Leggelderveld. Hij vangt ze en fotografeert ze voor onderzoek. Ja, ik kijk nu hier en daar op vooral de wat hogere stukjes. Omdat je daar eigenlijk, in de winter komt daar het grondwaterpeil niet. En aangezien de adders nu uit winterslaap komen, kun je ze dus eigenlijk vooral op de wat hogere stukjes verwachten. Het is een onderzoek naar de populatieomvang van de adders. Door de adders te vangen en te fotograferen, ik fotografeer de kopschubben, kan ik ze individueel terugherkennen. En zo kan ik eigenlijk iets zeggen over hoeveel adders er zijn, omdat ze allemaal individueel herkenbaar zijn. Ik schat toch dat er zeker wel een stuk of 500 kunnen zitten in dit gebied. Als ik een adder heb gevangen, maak ik eigenlijk altijd direct een kopfoto. Nou, ik zal de camera eerst even aanzetten. En dan moet ik hem eventjes achter zijn kop fixeren. Zo. Om adders op het Leggelderveld te houden heb je een behoorlijke groep nodig. Anders krijg je inteelt en dan kan de soort uiteindelijk verdwijnen. 500 is een behoorlijk aantal. Maar het Leggelderveld ligt geïsoleerd en dat brengt risico's met zich mee. Stel dat je een heidebrand krijgt of het beheer van het zodanig dat het ten nadele van de adder is, waardoor er dus een heleboel adders kunnen sterven. Ja, en dan krimpt een populatie in één keer heel erg. En dan neemt die genetische diversiteit ook weer een heel stuk af. In het kader van het LIFE-project wordt op een voormalig stuk landbouwgrond bij het Leggelderveld de bovenste grondlaag weggehaald, zodat daar weer natte heide ontstaat. De adders kunnen daarvan profiteren. Nou, het is sowieso een heel nat stuk. Het is de bedoeling dat het natte heide wordt. Uiteraard is dat voor voedsel en dergelijke is dat goed. Het zou een geschikt zomerhabitat kunnen worden voor de adders. Maar winterhabitat zeker niet, maar dat is het nu ook al niet, dat deel. Nou, we zijn nu in het bos aan de rand van de Oude Willem. En daar is een mooi watertje, maar het is ook een bijzonder watertje. Wat is dit? Het is een heel bijzonder watertje. Dat is de ganzenpoel. Dat is een ven. De meeste vennen in Drentse Friese Wold zijn toch wel redelijk zuur. Ja. Dit is een basisven. Ja. En daardoor groeien er heel bijzondere soorten, zoals oeverkruid en waterlobelia. Ja, en dat ik maakt hoorde net al een kikkertje kwaken. Ja. En we zagen nog wat kikkerdril. Wat heeft dit ven te maken met wat er op de Oude Willem gebeurt? Precies. Nou, net zei je al, dit ven ligt aan de rand van de Oude Willem, randbos Oude Willem. De Oude Willem wordt nu nog ontwaterd, behoeven van de landbouw. Het is een lager gebied. Daardoor zijn de vennen aan de randen van Oude Willem, wordt ook water onttrokken. Ja. En dat is nou juist wat we niet willen. Dus als straks het wateronttrekking stopt bij de Oude Willem en het grondwater omhoog komt, dan blijft ook in droge periodes blijft de grondwaterstand bij de vennen ook hoger. Ja, dat is precies wat we willen. Dan kunnen de kikkertjes vrolijk blijven rond. En het salamandertje hebben we ook al gezien. Ja, ja, ja. Goed. Wie dat ook allemaal leuk vindt om te horen, is onze nieuwe... Ja, we hebben Kobi even tijdelijk aan de kant geschoven voor deze speciale uitzending. Maar we hebben nu niet een woudloopster, maar een woldloopster. Ah, wat mooi. Of eigenlijk ook niet mooi tegelijkertijd. Daar ligt heel veel wol. Van waarschijnlijk is daar dus een schaap overleden. En ik krijg er altijd een heel dubbel gevoel bij. Want aan de ene kant zijn er nu heel veel lammetjes hier. Ik denk dat er zo'n 400 in de Drentse Friese Wold zijn geboren. En tegelijkertijd is het ook de periode, of eigenlijk in februari, maart, dat de meeste dieren die oud zijn en verzwakt zijn, overlijden. Maar ja, tegelijkertijd vind ik dood en leven, die horen bij elkaar. En het verbaast me altijd zo van, er ligt alleen maar wol. Er is geen huid meer aan, helemaal niets. Het is echt gewoon wol met allemaal troepjes ertussen. Nou, hier zien we al heel wat liggen. Er is natuurlijk wat wol meegekomen. Maar ja, een stuk van een wervelkolom. Hier ook, hier zie je het heel mooi. Vind ik altijd. Zo van... Maar het is helemaal opgevreten. En als ik dan hier rondkijk. Hier zo. Kijk, hier zie ik. Het heeft hard geregend volgens mij.
Maar ik zie allemaal schildjes van kevertjes liggen. Want ik denk, er is vast een vos zitten poep. En die heeft de dag ervoor een heleboel kevertjes zitten eten, want dat eet hij ook graag. En als ik dan rondkijk, denk ik van ja, maar daar heeft echt een vos gezeten. Alleen opvallend is wel, de poep is helemaal wit. Dus ik denk nu, als ik aan eens kijk van nou, wat is hier allemaal gebeurd. Hij is hier gisteren nacht ook geweest en heeft aan die botten zitten knagen. En daardoor is zijn poep helemaal wit geworden. En als ik dan verder kijk, denk van welke dieren zijn hier nog meer geweest. Is dit ook heel mooi. Kijk, ik zie hier allemaal knaagsporen. Dus als ik dichtbij kijk, denk ik van nou, het is bijna alsof ik de tanden van een muis zie. Raspen zo. En zo kun je eigenlijk, ja, wat ik altijd doe, is eigenlijk een soort verhaal maken. En dan zie ik de vos voorbij komen. En als ik dan doorfantaseer, denk ik van ja, als die vos weg is, dan komt dat muisje, want die wil ook heel graag ervan eten. Zo is er eigenlijk, het is een soort restaurant wat hier ligt. Zo, nou zijn we een stukje uit de Oude Willem. Wat is dit precies? Inderdaad, nou dat is de Oude Willem inderdaad. Hier ontstaat de Vledder A, een klein beekje, richting Vledder. Je ziet hem hier al zo mooi kronkelen. Ja. En die voert het water af van de Oude Willem. Ja, en nu gaat dat natuurlijk heel snel, want het is aangesloten op allerlei sloten. En die tilgrup, en het is ik hier toch al niet, Joris. Hartstikke drassig, hè? Ja, zeker. Hoe kan dat, dat het zo nat is? Ja, het is extreem nat. Een natte periode geweest de afgelopen maanden. Het droogt nu weer wat af, maar in de zomer is de kans groot dat hij maar heel weinig water staat. Ja, en dat blijft ook zo als die Oude Willem is heringericht? Nou, we zullen waarschijnlijk wat minder pieken en dalen krijgen, omdat de Oude Willem veel meer water gaat vasthouden. En alleen bij extreme gaat hij wat meer afvoeren. Ja, gaat wat geleidelijker. Gaat wat geleidelijker, ja. Klopt. En ja. Stroomt hij ook richting Diever? Hij gaat wel naar Vledder. Oh, hij gaat net maar wel die kant op. Ja, want in Diever, daar woont iemand die heeft een camping en die is dus op dit gebied gericht. Je kan je niet voorstellen dat als je in de stad woont, dat je dit dus niet hebt. Moet eens kijken wat een stukje leefgenot wat je hier hebt. We zijn al zeg maar 2 jaar bezig om hier in het Nationaal Park Drentse Friese Wold de zogenaamde grote grazers te krijgen. Wij konden daar niet op wachten, dus wij hebben gezegd van wij hebben onze eigen kudde alvast klaar. Kunnen de mensen zien hoe ze eruit zien. De toeristen die nou in het bos een hert zien, die komen al heel verbaasd en blij. Hey, we hebben een hert gezien. We zeiden, nee, dat is een ree. Hey, maar een ree kan ook wel aardig groot zijn, maar als je dit tegenkomt, dan weet je zeker dat je een hert gezien hebt. Het is natuurlijk wel een grote trekker, de natuur, maar het is niet zo dat iedereen van de camping de hele dag in het bos loopt. Heel veel mensen komen de camping niet eens af, want die hebben al zoveel natuur en groen om zich heen. Het is één feest voor die mensen. Nou, we hebben dus sinds, nou, ik denk al 30 jaar, geen konijnen meer hier in het Drentse Friese Wold, tenminste in dit gedeelte. En we hebben langzamerhand wat konijntjes eruit gegooid uit de kinderboerderij. En die gedijen eigenlijk best wel goed op de camping. En ze hebben eigenlijk allemaal een eigen plekje. En de mensen vinden het heel gezellig, hè? Want het is, ja, de kinderen willen er altijd achteraan rennen. Wij zijn ook aan het knutselen in de natuur, ja. Nou, we hebben nu een beetje gezien wat er staat te gebeuren. En wanneer gaan jullie daadwerkelijk beginnen? Nou, er wordt nu druk aan de plannen gewerkt nu. We tillen het ook over het broedseizoen heen. En voordat er echt wat gaat gebeuren, dan praten we toch wel over oktober. Nee? Die kant op, die richting op. We hebben nu het grondopoog gezien, dat wordt nu aangelegd. En dat zal een van de eerste werkzaamheden zijn om de sloten te gaan dempen en daarna de tilgrub. Ja, en je vertelde al over met die klaver de stikstof uit de grond te halen. Ja. Dat duurt al heel lang. Hoe lang duurt het voordat het hele gebied klaar is zoals jullie het willen? Nou, als je over alle projecten praat, we hebben nu de Oude Willem gezien, maar we hebben ook Leggen de Veld, de Doldersumse Veld. Nou, dat bent al jaren. Jaren. Verder. Nou, dan moeten we maar aan de slag. Moeten we aan de slag? Kom, we precies. Gaan aan de slag. Ja. Tot volgende week en we blijven dit volgen het komende jaar.